Ik ben helemaal ready voor mijn summer party. Hey, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Sabrina en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal Sabrina Poetri of van mijn Instagram Sabrina Poetri met een X. In de video van vandaag ga ik op zoek naar een aantal items die ervoor zorgen dat mijn huis in een tropische sfeer komt. Ik heb zelf geen tuin, wel een balkon, maar die is niet zo groot. Dus ik hoop met een aantal nieuwe spulletjes mijn huis wat vrolijker te kunnen maken en dat ik gewoon een beetje in de vakantiestemming kom. Voordat ik je mee ga nemen naar de winkel wil ik je eerst vragen om dat duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel naar de Action gaan. Zoals je kunt zien ben ik nu bij de Action. Ik ga zo naar binnen en ik ben benieuwd wat voor luxe ik allemaal kan scoren. We hebben hier allemaal leuke sierkussens. Ik vind deze pretty. Ik krijg gelijk echt een tropische vibe hiervan. Die is ook leuk. Keuzestress allemaal. Dit is zo ontzettend handig. Hier kan je dan eventueel water in doen met fruit. Dus dit is de laatste, maar ik ga hem sowieso halen. Je hebt hier allemaal verschillende flesopeners. In een flamingo vorm. Een ananas. Een cactus. En volgens mij zag ik ook een toucan. Ja. Kijk hoe mooi deze karaffen zijn. Ik denk dat dit mijn lievelingskleur is van deze allemaal. Want je hebt dan je groenige, roze en een blauwe. En je hebt ook bijpassende glazen. Nou, ik heb al een mand vol met wat spulletjes. En ik denk dat ik zo maar ga afrekenen. En dan laat ik thuis alles zien wat ik heb gekocht. Zoals je kunt zien ben ik alweer thuis. En ik had met mezelf afgesproken om niet meer dan 25 euro uit te geven. En ik moet je zeggen dat dat gelukt is. Ik heb een aantal spulletjes weten te scoren. Eerst laat ik de spulletjes één voor één zien. En vervolgens ga ik het stylen in mijn huis. Laten we beginnen met het allereerste product. Dat is dit kussen. Er waren zoveel leuke kussens. Dus ik kon echt geen keuze maken. Uiteindelijk heb ik voor deze gekozen. En ik heb natuurlijk ook het bonnetje. En deze kostte 4,95. Wat ook goed is om te weten is dat de Action een afwisselend assortiment heeft. Dus er is een grote kans dat bepaalde producten snel uitverkocht zijn. Maar niet getreurd, er zijn vaak wel soortgelijke producten die erop lijken. En mocht je iets in deze video zien waarvan je denkt van hey, dat wil ik misschien ook kopen, dan raad ik je aan om zo snel mogelijk naar de winkel te gaan. Maar dan weet je dat in ieder geval niet dat je straks teleurgesteld de Action verlaat. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben hier een flesopener. Om eerlijk te zijn heb ik helemaal geen flesopeners in huis. Dus ik ben heel erg blij dat deze op mijn netvlies was gevallen. En deze Tropical flesopener kostte 79 cent. Ik werd echt in één oogopslag verliefd op deze watertap. Toen ik bij de Action was, was dit ook het laatste exemplaar. Dus ik had mazzel. Je kunt hier dus water in doen met fruit of limonade. Het is misschien handig om hier ook een verhoging onder te zetten, zodat je makkelijk je water kunt tappen. Maar die hadden ze niet meer bij de Action waar ik naartoe ging. Dus zo zie je maar weer hoe snel dingen uitverkocht raken. Dus ik heb alleen deze. Maar ik ga ervoor zorgen dat het wel makkelijk te tappen is. En anders vind ik er wel iets creatiefs op. En deze was 2,99. Mocht één watertap niet genoeg zijn, heb ik ook nog een karaf. En deze kostte 2,36. En om in hetzelfde steltje te blijven, heb ik ook nog 4 glazen in totaal. We hebben deze prachtige fancy glazen. Die ook heel leuk zijn als je gaat dineren. Maar ook gewoon voor zo. Ik vind ze prachtig. En deze wijnglazen kosten 99 cent per stuk. En dan hebben we nog normale glazen. Ook deze waren in verschillende kleuren. Maar om het allemaal met elkaar te matchen heb ik ervoor gekozen om maar één kleur te kiezen. En deze kosten ook 99 cent per stuk. Om de drankjes gekoeld te houden kunnen ijsblokjes niet ontbreken. En ik heb hier herbruikbare ijsblokjes. En deze zijn ontzettend kleurrijk. Zo kan je je glas water of je glas limonade toch wat opfleuren. We hebben hier 20 herbruikbare ijsblokjes voor maar 69 cent. Om mijn drankjes nog iets leuker te maken heb ik ook nog rietjes. Ik heb hier papieren rietjes met stippeltjes. En ik gebruik eigenlijk nooit meer plastic rietjes. Of ik gebruik papieren rietjes. Of metalen of glazen rietjes. Maar ik vond deze wel heel erg leuk.
past wel een beetje in het soort van groene thema waar ik nu in zit. En deze rietjes kosten maar 29 cent en dan heb je 16 stuks. Dan heb ik hier nog een tafelzuil en ik vind de print die hierop is bedrukt zo ontzettend leuk. Het breekt wel een beetje mijn kleurenthema. Alles is een beetje groenig. En dit is dan roze. Of, nou ja, in mijn kussen komt ook nog wel roze in voor. Dus het matcht wel redelijk. En het tafelkleed kost €2,99. Het eind is gelukkig bijna in zicht. Ik heb nog 3 items die ik met jullie wil delen. Dan kunnen we alles een plekje geven. We hebben hier nog een party curtain om ja, de ruimte nog wat leuker te versieren. En deze kostte €1,49. Dan heb ik hier servetten. Dit komt altijd van pas, want ik ben echt heel erg onhandig als het gaat met eten en drinken. Ik morst altijd. Dus servetten zijn voor mij echt wel een must. En voor 20 stuks betaal je 59 cent. En dan zijn we aangekomen bij mijn laatste aankoop. Dit zijn cocktail sticks. 24 stuks. En je hebt daar superleuke beestjes op. En allemaal andere zomerse elementen. Ik word er heel vrolijk van als ik er naar kijk. Dan kun je het natuurlijk tussen je snacks prikken. Of eventueel als je een drankje maakt, kun je dat ook aan de zijkant eventueel vastprikken of instoppen. En deze prikkers waren maar 79 cent. Ik ben benieuwd wat jouw favoriete item was. Ik kan echt geen keuze maken. Of misschien toch wel. Ik ben lichtelijk obsessed met deze aankoop. Laten we maar een leuk hoekje creëren met deze nieuwe items. Hoe gezellig ziet dit eruit? Snackie erbij, drankje erbij. Ik ben helemaal ready voor mijn summer party. Dit was dan de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet natuurlijk niet om dat duimpje omhoog te doen. En te abonneren op dit YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk ook volgen op YouTube en op Instagram. Op YouTube heet ik Sabrina Poetri. En op Instagram Sabrina Poetri aan elkaar. Maar dan nog met een X erachter. En ja, dan wil ik je bedanken voor het kijken. En wie weet, tot de volgende keer. Doei!